Jawel, daar zijn we weer hoor met een gloednieuwe update video natuurlijk. Als jullie misschien als eerste op een duimpje omhoog willen gaan, maar dat zou natuurlijk heel erg gewaardeerd worden. Dan gaan we direct kijken naar de item shop, want er zit iets leuks in. Namelijk een best wel oud nummer, maar de Gangnam Style emote zit op dit moment in de game. En dat is wel leuk hoor. Zeker weten, een beetje een OG emote. Ja, ik ga hem persoonlijk niet halen, omdat dat te maken heeft met copyright. Dus dat ik hem nooit kan gebruiken in bijvoorbeeld video's en zo. Maar het is het zeker weten waar, denk ik. Echt een super grappige emote. Dat is natuurlijk niet het enige wat erin zit. We zien nog veel en veel meer. Bijvoorbeeld de Crystal, de Red Card, die Air Horn, de Angled Fire, de Plasmatic Edge, de Bronto. We zien natuurlijk zien we ook de Wildcard, de Advanced Math, de Invictus, de Volley Girl, de Raise the Roof, de Icebreaker en natuurlijk niet te vergeten alle je wordt het voetbalskins en emotes. Je kunt natuurlijk overwegen om onze supporten in de item shop. Wie dat ook heeft gedaan is Jochem. Een emote gekocht met jullie zak en ga zo door. Nou Jochem, heel erg bedankt dat je de CSO hebt gehaald met onze code. Dikke SO naar jou. Goed, laten we denk ik gelijk gaan beginnen. Ik heb best wel leuk nieuws, dus laten we direct gaan starten. Ja, vandaag beginnen we eventjes met het kleine nieuwtje dat die Getaway LTM sinds gisteren 3 uur in de game is gekomen. Jawel. Dus als jij die Getaway LTM heel erg graag wil spelen, wat best wel veel mensen eigenlijk wouden, en nu zit je erin, ja, je kunt het op dit moment dus doen. Goed, laten we doorgaan naar het volgende dingetje. Ja, en dit is een best wel groot dingetje eigenlijk. Namelijk, het gaat eventjes over de Boundless set. En deze set, ja, die is natuurlijk in de game gekomen ongeveer een paar maanden geleden volgens mij. En die kun je helemaal customizen. Dat is namelijk een soort van superhero. Die kun je alle kleurtjes geven hoe jij dat wil. Maar dat gaat veranderen, want er komen limitaties. Wat namelijk zo is, is wanneer je de skin helemaal wit of zwart maakt, dan kunnen, ja, in sommige situaties ben je, zeg maar, moeilijk te zien. Dus wat gaat Fortnite nu doen? Ze gaan het zo maken dat je die skin niet meer helemaal zwart of helemaal wit kunt maken. Dus ja, dat is aan de ene kant een beetje naar, omdat je de skin misschien wel met die reden hebt gekocht. Met die reden kun je hem straks gewoon gratis refunden. Wat betekent dat je gewoon je, volgens mij 1000 of 1200 of 1500 V-Bucks gewoon weer terugkrijgt. Ik weet het niet exact. Maar je krijgt je V-Bucks dan gewoon terug als je refund. En dat kost dus geen refund kaart. Dus ja, zeker weten een interessant nieuwtje. Dat gaat in bij de volgende update, namelijk bij de V15.30 update. Ook dan kun je dus pas refunden. Goed, laten we doorgaan naar het volgende topic. Ja, dit gaat natuurlijk eventjes over de week 9 cheat sheet die op dit moment te bekijken is. Namelijk de Squatting Dog heeft hem gemaakt. En op dit kaartje kun je exact de XP zien. Kun je natuurlijk exact zien waar je challenges moet doen. Jullie kennen het wel. We gaan gelijk door naar het volgende topic. Ja, dit gaat eventjes over iets best wel interessants. Namelijk, er komt zeer binnenkort, oftewel die 3 februari, dus dat is inderdaad zeer binnenkort, krijgen we de Switch Cup 2. Jawel, en daar kunnen we iets bij krijgen. Dat is namelijk een gratis skin kunnen we daarbij krijgen en een backbling. En dat is niet het enige, namelijk ook een spray paint. Jawel, deze kunnen we gratis krijgen. Ik weet alleen niet of je daarvoor op de Switch moet zitten of zo. Maar alle info over de Switch Cup, ja, ik zal het eventjes achterlaten in de beschrijving. Alleen, oh ja, één nadeel. Alles is in het Japans volgens mij. Dus ik kan het niet lezen. Ja, dat is heel erg vervelend. Ik zou het heel erg graag in een andere taal willen hebben. Maar ik zou niet weten hoe ik dat moet doen. Want op de site staat nergens van, hey, hier moet je hem veranderen naar Engels of zo. Dus dat is een beetje vervelend. Ja, dus ik heb niet veel informatie hierover. Behalve dus dat je wel een gratis skin kunt krijgen. Een backbling en een spraypaint. Als je mee gaat doen aan deze cup. Moet je waarschijnlijk best wel hoog eindigen. Maar ja, nogmaals, ik weet niet de exacte informatie. Op 3 februari gaat het beginnen, dat weet ik wel. Goed, laten we doorgaan naar het volgende topic. Ja, en dit gaat eventjes over Donald Mustard. Namelijk, ja, natuurlijk iemand die heel erg hoog staat binnen Epic Games. Ik weet niet wat voor status hij op dit moment heeft. Het is volgens mij, even kijken. Oh, de Chief Creative Officer at Epic Games. Dat heeft hij namelijk in zijn Twitter bio staan. Maar hij heeft een foto geplaatst op Twitter. Waarvan we denken van, hey, heeft dit iets te maken met het verhaallijn? En dat is ja, deze foto. En hij kijkt in een boek. En we moeten eigenlijk goed kijken naar dat boek. Wat staat er in dat boek? Nou, we hebben op dit moment nog niet echt een idee of zo. Ik zie ook niet echt iets staan. Ik zie trouwens wel een vliegtuig staan. Dat is wel interessant. Ja, nee, ik weet het niet. Maar
Misschien is dit gewoon een leuke foto van hem of zo. Misschien met die reden dat hij het post. Maar het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat hij naar iets kijkt wat nog gaat komen. En dat heeft hij eerder gedaan. Dus het zou heel erg goed kunnen. Goed, laten we dan gaan naar het volgende topic. Ja, en dit is ook gelijk het laatste topic. Namelijk, dit gaat eventjes over weer een geniale clip. Laten we gewoon eventjes gaan kijken. Ja, dat heeft hij zeker weten netjes gedaan. Een hele mooie quickscope van FLVR1K. Dames en heren, dit was het einde van de video alweer. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Smash dan natuurlijk eventjes op het duimpje omhoog. Zo heel erg gewaardeerd worden. Abonneren op dit kanaal kan natuurlijk hier beneden. En je kunt ons supporten in de itemshop met code teveelgevraagd. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Peace out.